Hallo, leuk dat u kijkt naar deze uitzending. Ja, het moet vrolijk worden. Het weer is wat somber, maar vrolijk, ja, dat gaat het echt wel worden. Want zometeen komt de uitreiking van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2018. 10 nieuwbouwprojecten zijn hiervoor voor deze prijs genomineerd. En van deze 10, ja, daar zijn wij met AT5 ook al langs geweest. Op at5.nl kunt u al die filmpjes rustig terugkijken. En ook met de straten van Amsterdam zijn we langs de 10 nieuwbouwprojecten geweest. Ja, welke projecten dat nou allemaal waren, dat kunt u nu even zien in een hele snelle terugblik. Dat waren dus alle 10 de genomineerden, maar er kan er natuurlijk maar eentje de beste zijn. En ja, degene die dat gaat uitreiken, wie dat zo bekend gaat maken, die staat hier namen. Wethouder Laurens Ivers. Ik ga samen met u onder de paraplu, want het weer is niet lekker. Maar hoe gaat het? Nou, ik vind het spannend natuurlijk wie er gewonnen heeft. Stiekem weten we het, ja, maar het is wel spannend. De oplettende Amsterdammer kan het misschien ook al een beetje zien, want we lopen op dit moment door het project. Ja, klopt. Heb je zin in de uitreiking? Ja, het is toch altijd wel iets bijzonders. Omdat het namelijk, er wordt onwijs veel gebouwd in Amsterdam. En het gaat niet alleen om dat je veel bouwt, het gaat ook om dat je mooi bouwt. En dan zie je die genomineerden allemaal. Dan zie je 10 prachtige projecten die ook echt door de Amsterdammers gewaardeerd worden. Ja, daar ben je dan wel een beetje trots op. Dus dan kan er maar één de winnaar zijn. Ja, dat klopt. Eén de winnaar zijn. Je zei het al, gewaardeerd door de Amsterdammers. Want u heeft natuurlijk ook gestemd. Er zijn duizenden stemmen weer binnengekomen. Dat blijft natuurlijk altijd mooi. Dank daarvoor. We lopen al een beetje door het project, zoals ik net al zei. We zeggen het nog niet. We gaan het nog niet bekendmaken. Maar de oplettende Amsterdammer weet het natuurlijk. Maar verraste de winnaar u een beetje? Ja, de winnaar verrast mij. Want zoals de kijker misschien nu ondertussen al een beetje gezien heeft, ziet het er niet allemaal heel erg nieuw uit. Nee. Dus dat vond ik wel verrassend, ja. Ja, want dat was, nou ja, dit was niet het enige project, want het is eigenlijk renovatie wat hier gebeurd is. Maar dat was bij meerdere projecten. Is dat ook een ding wat veel gebeurt in de stad? Ja, maar je ziet dat er je hebt verschillende smaken van de nieuwbouw die er is. Je hebt inderdaad de renovaties, je hebt de traditionele nieuwbouw op nieuwe gronden en je hebt de transformaties, dus kantoren onder andere die omgebouwd worden naar woningen. Je hebt al die verschillende types en vaak denk je, ja, iets moois helemaal nieuw bouwen, dat zal het makkelijkste zijn. Ja. Nou, toch kunnen sommige renovatieprojecten of soms wel misschien transformatieprojecten net zo mooi zijn. Ja, zullen we langzaam doorlopen naar de winnaars? Want eigenlijk gewoon even een algemene vraag over de nieuwbouw in Amsterdam, in de stad. Hoe gaat het ermee? Het gaat gelukkig heel erg goed. Maar dat loopt niet tot gemakzucht. Want er worden zo'n 6.500 woningen gemiddeld per jaar in aanbouw genomen. Dat is mooi, want dat hebben we ook nodig voor de groei van de stad. Maar we hebben nog een enorme inhaalslag te maken. Er is gewoon een enorm tekort aan woningen. Dus er moeten er nog meer echt bijgebouwd worden. Jullie hebben nog echt wel echt die nieuwbouwambitie, toch? We hebben de nieuwbouwambitie verhoogd. We hebben nu gezegd, we willen gemiddeld 7.500 woningen per jaar in aanbouw nemen. Nou, dat is echt historisch hoog. Ja, dat is heel veel. Dat is echt, echt heel veel. We hebben nog maar 2 eerdere periodes in de vorige eeuw gehad, waarin zoveel woningen gebouwd zijn als de afgelopen jaren. En wij zeggen nu, we willen nog een paar jaar doorgaan met die hoge ambitie. Okay. Zullen we even hier oversteken? Want dan zien de winnaars ons nog niet. Want het is natuurlijk, het is geen verrassing dat we aankomen, maar het is wel een leuk momentje om hun wethouder wonen te ontmoeten, die prijzen gaat uitreiken. Hoeveelste keer is dit dat je dit al doet? Ik denk, omdat ik hier nu 4 jaar al zit, dat dit ook de 4e keer. Precies, ja, dat denk ik ook dan. Oké. Okay. En dan mag je het nu bekendmaken, want ik ga eerst vertellen, de nummer 3. Ja, helaas niet geworden, nummer 3 wel knap. Dat zijn de kadewoningen geweest in de Oostpoort. En de nummer 2 is het Augustinahof geworden. Maar wie heeft er gewonnen? Wethouder Ivers. We kunnen het allemaal zien, maar zegt u het toch maar even. Ja, de bewoners van de Van de Pekbuurt zijn de winnaars. Oké, laten we daar dan maar heel gauw naartoe gaan. En daar staan ze, in een mooi verlichte feesttent. Ja, dat is toch een hartelijk applaus. Ja, ze zijn er blij mee zo te horen. Dat mag ook wel. En dan gaat u nu de prijzen uitreiken. Dat is wat we doen. Met wie gaan we beginnen?
Nee, we gaan beginnen met de eigenaar, de architect. Die krijgt uiteindelijk ook degene die het heeft gerealiseerd, de aannemer. En tot slot de bewoners natuurlijk. Goedenavond allemaal. Ik ben wat te laat, mijn excuses daarvoor. Ja, ik was 10 projecten af aan het gaan om te kijken waar moet ik nou uiteindelijk zijn. Waar is het feest? Waar staat de tent? En die stond hier. Dus ik denk dat jullie het allemaal al wel weten. Gefeliciteerd! Jullie zijn de winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2018. En wat een winnaar! Ik kan me nog herinneren dat een jaar of 15 geleden voor mij de eerste kennissen van mij naar de Van de Pekbuurt gingen verhuizen. En toen werd nog gezegd, nou, wil je daar wel wonen? Dat wisten ze me heel snel te vertellen dat ze hier wilden wonen. Ik weet ook nog een jaar of 10 geleden discussies, moet deze hele buurt niet tegen de vlakte? Dat hebben jullie weten te voorkomen. En hoe hebben jullie dat weten te voorkomen? Hoe? Dat het er zo mooi is uitgekomen. Al meerdere prijzen ondertussen gewonnen. Maar nu ook eerste deskundigen die over nieuwbouw hebben geoordeeld. En daarna het publiek, de Amsterdammers, die toch echt zeggen dat dit het mooiste nieuwbouwproject is. Een buurt, 90 jaar oud. Het ziet er misschien niet allemaal nieuw uit, maar dat is juist het prachtige. Want hopelijk als u de woning binnenloopt, voelt het wel heel erg nieuw, voelt het wel heel erg mooi, terwijl het een mooie oude uitstraling nog heeft. En bij een prijs horen prijzen, zo gaat het ook deze keer. En de eerste partij die ik een prijs wil geven is de partij die uiteindelijk 10 jaar geleden toch ook op een gegeven moment zei, ja, dat tegen de vlakte gaan, dat is geen goed idee. Wij zijn eigenaar van dit project en wij vinden het een goed idee dat dit project gerenoveerd gaat worden. En dan gaan we ook kijken of we het mooi kunnen renoveren. En dan gaan we daar de bewoners zo goed mogelijk bij betrekken. De eerste prijs is voor IJmeren. Jullie hebben hem te pakken. Ja, dat is natuurlijk echt fantastisch. En we hebben wel een vreugdedansje gedaan vandaag bij IJmeren. En we hebben nu 3 prijzen te pakken, maar dit is wel de allermooiste. Wat ik echt oprecht hoop, is dat de bewoners ook voelen dat deze prijs echt voor hun is. Niet voor IJmeren, hè. Natuurlijk hebben we hier bloed, zweet en tranen in zitten, maar het gaat uiteindelijk om de bewoners die hier in Van de Pek hopelijk nog heel lang echt hun thuis hebben, want dat is het allerbelangrijkste. Ja, hun thuis hebben, dat is iets wat misschien ooit wilden ze dat het weggehaald wordt. Ze wilden hier slopen. Jullie hebben het hier niet altijd even makkelijk gehad, volgens mij. Nou, dat heb je altijd in dit soort processen, want je komt aan een huis van iemand. Hè. Denk aan je eigen huis als iemand aanbelt en zegt, ik ga hier even de boel verbouwen. Dat is gewoon ingrijpend. Dus dat soort processen zijn gewoon ingewikkeld. En terugkijkend hadden we misschien best dingen anders en beter en slimmer kunnen doen. Maar het is wel gelukt en we staan nu hier en we zien het eindresultaat. En daar zijn we heel blij mee. Gefeliciteerd. Dan krijg je zo'n opdracht van, oh ja, dat gaan we renoveren. Dan moet je gaan puzzelen om er iets moois van te maken. En lijkt mij een buitengewoon interessante klus. Maar er is maar één iemand die het weet. En die krijgt natuurlijk de tweede ook een prijs. Ik wou zeggen de tweede prijs, maar dat klinkt alsof het een tweede prijs is. De winnende architect van de Nieuwbouwprijs 2018. Architectenbureau Hogeveen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe voelt dat? Dat voelt heel mooi. We zijn trots. Trots voor de buurt. En dat het allemaal zo mooi gelukt is met dat team. En dat is echt geweldig. We zijn er al 15 jaar bij betrokken, dus voor ons is het een soort marathon. En dat is eigenlijk het meest bijzondere van dit proces en het project. Dat het gewoon uiteindelijk gewoon gelukt is. Soms duurt iets heel lang en dan haakt iedereen af. Maar hier werd het steeds beter, steeds mooier, steeds meer mensen positief. En dan lukt dat. Dus dat is gewoon energie. De aannemer, natuurlijk. Het echte werken. Voor de aannemer is het ook de nieuwbouwprijs. En dus de nieuwbouwprijs aannemer 2018, Dura Vermeer. Ook voor jullie de prijs. Gefeliciteerd. Dank u wel, dank u wel. Is dat even lekker of niet? Super trots op deze prijs. Klinkt wel leuk. We zijn een renovatie aannemer en toch een nieuwbouwprijs. Ja. Het was een hele klus natuurlijk om het te realiseren. En om samen met de architect en IJmeren te bepalen wat gaan we nou daadwerkelijk doen. Hoe ver gaan we in de renovatie? Welke hiccups gaan we tegenkomen? De hiccups zaten met name in dat het nogal oud is. En vergaande renovatie kom je toch gaandeweg zo'n proces heel veel dingen tegen die anders blijken te zijn dan van tevoren bedacht.
En daar hebben we in de samenwerking, wat toch wel de sleutel was van het succes van dit project, veel van elkaar geleerd. Nou, heb je die in je handen? Waar komt die te staan? Op het nachtkastje of gewoon op kantoor? Ja, zeker op kantoor, want ik heb het allemaal niet zelf gedaan. Onze mensen hebben het gedaan. Wie zijn de echte winnaars uiteindelijk van de Nieuwbouwprijs? Dat zijn inderdaad degenen die het voor elkaar hebben gekregen dat hier gerenoveerd zou worden. Degenen die hier met zoveel liefde en passie al woonden. Bea en Isabel, mag ik jullie vragen om deze prijs namens de bewoners in ontvangst te nemen. Gefeliciteerd. Yeah. Ja, we zijn er blij mee, maar uiteindelijk is het natuurlijk een renovatieprijs. Ja. Dus daar zijn we vooral heel blij mee. Ja. Dat we in gerenoveerde woningen wonen. En dat het zo mooi is. Ja, dat is het punt hier geweest, hè, dat het niet afgebroken is. Ja, ja, het is echt een. Zijn wel heel grondig gerenoveerd. Dus het is helemaal gestript van binnen en helemaal een andere indeling. We hebben zelf met de architect rond de tafel mogen zitten. En vinden jullie terecht dat jullie nu gewonnen hebben? Absoluut. Ja, ja. Ja, dat zou ik wel zeggen. Mevrouw, u woont hier al 89 jaar. Ja. Bent u blij met de prijs? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Het is, was hard nodig ergens. Ja, en vindt u het mooi geworden? Ja, de buurt is eigenlijk weinig veranderd. Ja, het is mooi oud gerestaureerd, hè? Ja. Gefeliciteerd. Zijn jullie een beetje blij met de prijs? Ja, natuurlijk. Het is super dat zo'n mooi project hier een prijs wint. Ja. Dus dat is... Vinden jullie het ook terecht? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, nog de rest van de buurt dan. Hè? Dus dan zou het helemaal mooi zijn. Het is een bepaalde afronding van de eerste fase. En nu gaat het noordelijke deel aangepakt worden. En dan moeten wij dus weer opnieuw met IJmeren aan tafel komen en plannen gaan maken. En hopen dat het net zo mooi wordt. Ja, ja. Maar ook dat er een hele hoop mensen kunnen blijven wonen. Ik vind het heel leuk, maar ja, ik ben ook een nieuwe bewoner. Dus ik heb niet de voorgeschiedenis meegekregen hier. Maar u woont wel in de nieuwbouw/renovatie? Ja, ik woon in een hele mooie woning. Ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, daar bent u heel blij mee? Ja, ik kan het zien in de ogen. Ja. U glinstert er ook. Ja. Ja. En dan is het ook leuk, nieuw bewoner, maar pakt u wel lekker zo'n prijs hier mee? Ja, nou ja, ik heb er ook op gestemd natuurlijk. Maar ja, het is gewoon dat het zo gewaardeerd wordt, is wel heel gaaf. Ja. Ja, en met dat gejuich was het ook meteen het einde van deze uitzending. Terwijl de blije bewoners hier nog een lekker glaas drinken. Meneer Evans, was het een succes, deze uitreiking? Nou ja, kijk naar deze bewoners. Ze zijn blij. En er waren 10 mooie projecten. Deze heeft gewonnen. Ja, fantastisch. Volgend jaar weer. Oké, dan zeg ik hartstikke gefeliciteerd, hè. Hoi, proost. Hey.